The Sims 4 is nog maar net gratis geworden voor alles en iedereen. En daar zijn al de eerste beelden van de volgende generatie van The Sims. Het vijfde deel in The Sims. En die gaat nu nog onder de projectnaam Reen of Renee schuil. En is nog zeer vroeg in ontwikkeling. En dit zijn de eerste beelden. En in deze game zou het heel makkelijk moeten zijn om dingen te maken. En dat weer te kunnen delen met andere mensen. En dat moet op elk device dezelfde ervaring bieden. Zowel op je telefoon als op bijvoorbeeld je PC. Nou, wil je op de hoogte blijven over deze vijfde Sims, volgt aan dit kanaal, zit je vooraan.